Goedemiddag, welkom bij deze speciale kerstuitzending van The Piano Touch. En deze uitzending wil ik je graag iets vertellen wat je helpt om heerlijk ontspannen piano te spelen. En ik begin met een klein stukje van een stuk van mijn Audi, wat ik deze kerst ook in de kerk heb gespeeld. En ik speel voor jullie in het begin van Stella del Mattino. Margot, kun jij mij even laten weten of jij goed beeld hebt? Want we hebben wat technische problemen gehad met de voorgaande video's. En ik wil heel graag weten of het beeld goed doorkomt. Zou je mij eventjes een achtje kunnen geven als ik goed in beeld en het geluid ook goed is? Ik wacht even op jouw reactie voordat ik verder ga. Leuk dat je kijkt trouwens. Deze video neem ik op verzoek op van een aantal beginnende leerlingen van mij. Die heel vaak bij mij met de vraag komen. Ja, ik wist niet meer goed hoe ik mijn handen moest neerzetten. En ik wil eigenlijk zo graag dat als ik een stukje muziek zie, dat ik meteen weet hoe ik dat moet spelen. En ja, daarvoor moet je een aantal stappen zetten. Moet je een aantal dingen natuurlijk goed eigen maken. En die leg ik jullie in deze video uit. Want als je dat altijd kunt terugvinden op YouTube, komt dat straks ook te staan. Dan, ja, dan scheelt het gewoon heel veel uitlegtijd in de les. Hè? Je kunt het zo vaak bekijken als je wilt. En dat is mijn cadeautje voor jullie, zodat jullie gewoon heerlijk ontspannen kunnen spelen. Want als je zit te stressen van, oh, ik weet het niet meer en ik weet niet meer welke noten het zijn en ik weet niet hoe mijn handen moeten staan, dan zit je gewoon natuurlijk niet lekker te spelen. En dat willen we graag. Nou, ik ga nog even een klein stukje voor jullie spelen van de Stella del Mattino. En dan ga ik daarna eventjes uitleggen wat de stappen zijn die je zet om te weten van zo kan ik mijn handen het makkelijkste neerzetten. Zover. Er komt natuurlijk nog een themaatje achteraan. Maar wie dat graag wil horen, die zou ik zeggen van nou, kom aanstaande donderdag naar de workshop in Uden. Dan geef ik een Einaudi workshop. En daar gaat onder andere ook dit stuk aan de orde komen. Nou, de stappen om gemakkelijk te weten hoe zet je nou je handen.
En voordat je dat weet, voordat je dat kunt bepalen, zijn er een aantal dingen die je gewoon al moet weten. En het eerste wat je moet weten, zijn de namen van de toetsen. En dat is gelukkig niet zo moeilijk. Dan beginnen we al meteen met de pianolessen mee. Dat zijn de A, de B, de C, de E, de F en de G. 7 letters, nou, best te doen, hè? En ik vind het ook altijd heel belangrijk dat je weet van, oh, zo klinken deze. Dus ik speel ze nu even voor jullie voor. Ik begin niet helemaal onderaan op de piano, maar... En je kunt ze ook meezingen. A, B, C, D, E, F, G. Ik heb vanmorgen al veel gezongen, dus die hoogste noten die laat ik maar even weg. En je hebt misschien al gehoord dat ze klinken min of meer hetzelfde. Het wordt een beetje lichter als je hoger gaat, maar de melodie die blijft gewoon hetzelfde. Dat is een heel belangrijk iets, want ja, met die notennamen ben je er dus van zo loopt die melodie. Wat ik heel vaak bij beginnende leerlingen ook zie, is van ja, je onthoudt de vingernummers. Want in het begin sta je natuurlijk met één vinger, blijf je op dezelfde toets staan. Maar ja, dan kun je eigenlijk alleen maar liedjes met 5 tonen spelen. Of als je ze over beide handen verdeelt, nou ja, maximaal 10 of 8. Maar dan wordt het meteen al een stuk ingewikkelder, want dan moet je dus wel gaan nadenken van, oh ja, speel ik met mijn rechter of speel ik met mijn linker? Nou, dus die namen van noten, omhoog, maar vooral ook omlaag. Ook naar beneden moet je ze makkelijk kunnen weten. G, F, E, D, C, D, A. G, F, E, D, C, D, A. Dus oefen dat gewoon iedere dag eventjes. Heel rustig en zing er vooral die notennamen mee. Nou, dat is dus de eerste stap. Weten hoe de toetsen heten en weten in welke volgorde ze liggen. Nou zeggen vaak leerlingen tegen mij van, ja, maar hoe weet ik nou welke A of welke C ik op de toetsen moet hebben? Want vergis je niet, er zitten 8 A's, 8 B's, 8 C's. En 7 D's, E's, F'en en G's op de piano. Dus dat maakt nogal wat verschil. Of ik helemaal hier onderaan spelen ben. Of helemaal hierboven. En voor al die verschillende toonhoogten hebben we natuurlijk verschillende noten. Nou, daarvoor hebben wij dus, wat zien we hier op dit bord, de notenbalk. Maar dan nog, op deze notenbalk, kijk maar eens even mee, hebben wij 5 lijnen, 4 tussenruimtes en eentje die er onderaan hangt. Ik doe het eventjes met verschillende kleurtjes. Jullie zullen zo zien waarom dat is. Maar nu moet je dat maar eventjes gewoon aannemen. Nou, tel dan eens even mee. Hoeveel van die noten passen hier op? Als het goed is, kunnen jullie het precies in beeld zien. We zijn er bijna. En dan nog een blauwe. En nog een rode. Even zien, zitten ze allemaal in beeld? Ja, allemaal in beeld. Mooi. Dus je ziet dat er 11 plekken op die notenbalk zijn waar ik dus een verschil in toonhoogte mee kan aangeven. Maar nu zit er 52 witte toetsen op de piano. En, oh ja, wat je ook nog even moet onthouden, is dat als je dus een noot ziet staan op de notenbalk en er staat verder niks bij, dan is het altijd een witte toets. Dus vandaar dat ik het over die witte toets heb. Dus 52 witte toetsen, 11 plekken op de notenbalk.
dan kom ik aardig wat tekort. Dus wat hebben ze op een gegeven moment bedacht? Weet je wat? We gaan een notenbalk maken voor de hoge tonen. En die krijgen een eigen sleutel. En we gaan er eentje maken voor de lage tonen. En die krijgt ook een eigen sleutel. Want als ik ze allebei in dezelfde sleutel zou zetten, ja, misschien kijk ik nog niet veel op. Hè? Dan weet ik eigenlijk nog steeds hetzelfde. Want ja, dezelfde sleutel, dezelfde tonen. Dus die sleutels, en ik ga nu eerst de G-sleutel tekenen. Die begint hier op die tweede lijn. Daar. Zie je? En dan ga ik hier dus. Daar zit de G. Op deze lijn. En dan zie je hier al een rode zitten. Dat is dus een G. En daarboven zit er ook nog eentje. Dat is ook een G. En voor de lage tonen hebben wij een F-sleutel. Je ziet ook een stapje lager. En die maken we dus blauw. Daar zit ook een F. Maar dit is dus een andere F. Want ja, kijk, deze past hier nog gewoon op die notenbalk. Dus daar hoef ik niet een aparte sleutel voor te hebben. Dus deze F is de F die een octaaf lager. En nou gaan we iets grappigs zien. Ik ga ze eventjes verwerken. Dus we hebben hier ook een F. En daar zit ook een F. Ja. En dan hebben we hier natuurlijk weer een keer zitten. En daar ook. Ja. En als we nou verder omhoog gaan, pak eventjes... Dat is een A. Daar is een B. En dan zie je, nou is mijn notenbalk is op. Maar hier tussenin, tussen deze twee notenbalken, komt een speciale noot. Dus daar zetten we een extra lijntje voor. Zo. Maak even zwart. En tel even mee. Hier heb ik dus een F. Ja. Daar zit dus een G. Daar hebben we een A. Dat is een B. En daar zit de C. Ik schrijf even met zwart. Daar zit dus de C. En als ik nou naar die noten van de G-sleutel kijk, dan zie je dat als ik naar beneden ga, G, F, E, D, dan zit ik daar ook onder aan de notenbalk. Dus als ik daarna een stapje naar beneden wil naar de C, kom ik weer een notenkort. Kijk nu eens wat er gebeurt als ik dit even omleg. G, F, E, D. En dan kom ik dus hier al op die C met dat ene hulpijntje uit. Dus ik zet hier een hulpijntje dan neer. Dus deze twee zijn allebei dezelfde C. Alleen hier schrijf ik hem in de F-sleutel op, boven de balk. Hier schrijf ik hem in de G-sleutel. En deze C is een hele speciale C. Wij noemen die ook wel de centrale C. Centrale C. En centrale betekent middelste. En het is niet de middelste toets van het toetsenbord, want het toetsenbord heeft 88 toetsen, heb ik geen middelste. Maar het is dus wel precies het midden tussen die G van de G-sleutel en de F van de F-sleutel. En als ik nou met mijn pinken op de G van de G-sleutel en de F van de F-sleutel ga staan, en ik speel dat, dan kom ik dus met mijn duimen op de centrale of
de Middelste Zee uit. En die is dus ook altijd heel lekker herkenbaar. Er zijn ook leerlingen die zeggen van nou, ik zoek altijd eerst die Centrale Zee. Dat is inderdaad ook een manier. Dat kan. Maar ja, als je nou een stukje hebt waar geen Centrale Zee in zit, dan wordt het weer een beetje lastig. Dus het handigste is gewoon om vanaf die G en die F-sleutel te gaan tellen. Dan leer je dus meteen de volgorde van die noten heel goed. Nou, dat is dus stap 1, het leren herkennen van die noten. En dus kijken van hoe staan ze ten opzichte van de sleutel. Hoe hoog of hoe laag staan ze op de toets. Wat je vervolgens doet als je de noten hebt benoemd, is dat je kijkt van wat is nou mijn hoogste toetsen en wat is mijn laagste. En welke noten zitten daartussen? Moet je ook altijd even naar kijken. Het stukje wat ik nou net speelde van en Audi, dat stellen we aan de Tino, daar zit heel veel herhaling van toon in. Er zit heel veel dezelfde toon in. En ook, ik heb hier expres eventjes die afstanden zo neergezet. Kijk, dit zijn dus allebei G's. En dit zijn allebei F's. En dan zie je dus heel gemakkelijk dat deze afstand is gewoon even groot. En dit ook. Dus zo'n octaafafstand is gewoon heel gemakkelijk te herkennen. En je hoort het ook heel gemakkelijk. Als we nog even naar het begin van de Audi luisteren. Dan hoor je gewoon. Er zit alleen deze en alleen deze zit ertussen. En dat is dan die A. En je hoort ook van hij blijft heel lang op die toetsen, op die tonen blijft die hangen. Nou, zo kun je dus door te luisteren en door naar het notenbeeld te kijken en ook die afstanden tussen de noten te herkennen. En ik heb ze nou boven elkaar gezet, maar je kunt ze natuurlijk ook na elkaar zetten. Dan is het heel gemakkelijk om te zien, oh ja. Dus je begint met het herkennen van de noten en daarna ga je kijken van, oh ja, hoe ziet die afstand er nou uit? He, want zo'n afstand van 5 tonen, waar je in het begin heel veel in speelt, omdat dat zo lekker in je hand was, die herken je dus op een gegeven moment ook. Dus de volgende stap is kijken naar de hoogste en de laagste. En welke tonen zitten er tussenin? Nou, zolang dat binnen 5 vingers en 5 toetsen blijft, is het eigenlijk heel gemakkelijk. Je zet gewoon op iedere toets 1 vinger. En dan kun je dus, als je de notennamen weet, kun je ook zeggen van, oh ja, nou, hè, bijvoorbeeld in mijn Audi, ik begin op een D. En stel dan dat hij niet hoger zou gaan dan die A, dan heb ik een duim op D, mijn wijsvinger op E, de middelvinger op de vies, omdat er een kruis aan de sleutel staat, de ringvinger op G en de pink op A. Maar omdat ik naar het octaaf ga, spreid ik dus mijn handen een beetje uit. En dat is waar ik heel veel leerlingen op een gegeven moment in de war zie komen. He, je hebt natuurlijk eerst geleerd met de vingernummers te spelen. Duim 1, wijsvinger 2, middelvinger 3, ringvinger 4 en pink 5. Maar ja, als we 88 vingers hadden, dan zou dat kunnen werken. Maar ja, we hebben er maar 10. Hè? Dus het komt uiteindelijk op die noten aan. Die geven de informatie hoe het klinkt. Dus dat is echt een stap die je apart moet zetten. En daarom doe ik in de les ook heel vaak van, we kijken gewoon eerst eens even van, oh ja, hoe lopen die zinnen? Welke noten zitten daarin? En dan soms staat een andere zin ook nog in een ander toongebied. Dan ga je dus je handen verplaatsen. En dat een beetje, doordat je ziet van, oh ja, daar gaan mijn noten op een andere plek in de notenbalk staan. Want dat is het handige van dit. Je ziet dat dit gewoon veel hoger op die notenbalk zit dan dit bijvoorbeeld. He, en als je dus weet van, oh ja, hier heb ik mijn G-sleutel en op mijn tweede lijn zit die G en hier heb ik mijn F-sleutel en op de tweede lijn van boven zit die F-sleutel, dan weet je dus van, nou, zo kun je heel gemakkelijk die noten onthouden. En natuurlijk zijn er ook allerlei manieren om gemakkelijk bijvoorbeeld de lijnnoten te onthouden in de F-sleutel. Als ik deze even zien, ik kan ook even zo doen. Als ik deze weg doe en ik ga daar naartoe, de tussenlijnnoten. Dan even hier.
ik sla de lijn van de G over, dan kom ik op de A. Dan sla ik de lijn van de B over, dan kom ik op de C. Dat is dus ook weer een C. En sla ik de lijn van de D over en dan kom ik op de E. Dus dan heb ik het woord vis. Hele leuke manier om opeenvolgingen van noten te oefenen, is aanmaken. Maar dat is allemaal woorden met de letters van de noot. En dan ga je dus ook die opeenvolging heel gemakkelijk herkennen. Nou, dat is dus een manier. En daarna ga je dus kijken van, hoe ga ik nou het handigste met mijn handen staan, zodat ik dat gemakkelijk kan spelen. En dan moet je dus gaan kijken van, wat zit er tussenin? Ga ik al die noten tussen die hoogste en die laagste spelen? Of blijf ik eigenlijk heel veel op dezelfde? Als je naar het notenbeeld van Heinoudi bijvoorbeeld kijkt, dan zie je dat daar gewoon heel veel herhaling in zit. En dan zie je dus ook, je hoort dat ook. Als je even rustig de tijd neemt, dan zie je dus steeds dat octaaf erin terugkomen. En hier, die A die er tussenin zit, daar, die komt ook steeds terug. En dan is het even opletten daar, want daar ga je dus van het octaaf af. En hier loopt hij dus verder naar beneden. En je ziet dat ook heel gemakkelijk aan. Dat die stokken, die worden ook steeds korter. Hè? Want dit wordt allemaal verbonden aan elkaar. Het loopt allemaal door. Dus je ziet dat die noten dichter bij elkaar komen. Alleen al omdat die stokken korter worden. Ja, het klinkt als een open deur intrappen. Maar door gewoon even rustig te kijken, zie je die dingen meteen. Hè? En hier ook, je ziet dus van, oh ja, daar heb ik dat octaaf. Hier heb ik ook een octaaf. En ik blijf hier maar op die A zitten. Zie je dat die steeds terugkomt? Dus door even de tijd te nemen om daarnaar te kijken, weet je van, oh ja, ik kom steeds op die A. En eigenlijk, in de eerste mate, blijf ik gewoon een beetje in die wijde ligging. Hier zit ik pas in een smallere ligging. Eén maat daar. En je ziet dan ook D, E, Fies, G, A. Hier zit ik in die vijftoonspositie. Dan zou je hem inderdaad zo kunnen neerzetten. Maar omdat we daarna meteen weer hier naartoe gaan, laat ik hem gewoon zo staan. Want dan blijf ik gewoon de hele tijd op diezelfde toetsen zitten met mijn vingers. Dan hoef ik niet steeds met mijn vingers weer opnieuw die toetsen te gaan zoeken. En dat is dus de handigste manier om gemakkelijk te kunnen lezen en om meteen te kunnen zien van, oh ja, zo kan ik zo'n stuk gemakkelijk spelen. Nou, vond je dit nu waardevol? Laat me dan hieronder even weten aan welke onderwerpen je nog meer, over welke onderwerpen je nog meer video's zou willen zien. Want mijn cadeautje voor het nieuwe jaar, voor iedereen die heerlijk ontspannen wil piano spelen, is een serie van video's over dit soort hele praktische onderwerpen. Heel veel docenten zijn natuurlijk in de les best veel tijd kwijt aan het uitleggen van de theorie. Dus mijn kerstcadeautje aan iedereen die heerlijk ontspannen piano wil spelen, is deze serie van video's. Ik denk dat het er een stuk of 20 gaan worden. En ik hoor natuurlijk heel graag van iedereen van jullie aan welke onderwerp je dan een les zou willen, van welk onderwerp je een les zou willen zien. En in de komende weken komt er dus iedere keer een nieuwe video op YouTube bij. En ik wens je nog hele fijne kerstdagen. Zalig uiteinde, zoals we hier zeggen. En een ontzettend goed begin met veel harmonie in het nieuwe jaar. En ik zie je graag de volgende keer weer. Tot gauw. Dag!